Jij? Ja, het is vies maar rot weer. Toch? Ja. En er zijn er twee aan het gek doen. Moeten jullie even naar buiten? Bijna middag, dus ik houd op middag. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag. Doe even normaal. Vrijdag 11 december. Vandaag zijn Karen en Roderick 2 jaar getrouwd. Dus lieve schatten, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. En met je verjaardag. Ja, natuurlijk. Verjaardag voor jullie te bruiloft, ja, dat heet ook verjaardag, klopt, dat vind je ook zo op internet, ja. De verjaardag voor jullie bruiloft, dus geniet ervan, ondanks dat je niks mag ondernemen zoals uit eten. Maar je kan wel ophalen, dan eet je thuis, maak je thuis gezellig, ja toch, kan ook. Ja, hou de moed erin, lieverd, komt allemaal goed. Het is 12 uur vandaag, nu, momenteel, exact op mijn horloge. Ik krijg straks visite. Maar die moet ik even bij de oude DK-markt vandaan halen. Ze zou me appen, maar ook is Mary met mij aan het appen. Die wacht maar even. En ik ben alweer met een vlog bezig in elkaar te zetten. Ik heb de hondjes al uitgelaten, dus ja. Ik heb alweer genoeg gedaan, dacht ik zo. En vanmiddag om 3 uur komt er een andere huishoudzorg dan dat Astrid is. Want Astrid kan niet komen, want die heeft vanwege privéomstandigheden. Dus ik krijg een invalster. We zullen wel weer beleven wat dat gaat worden. Ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle dag. Geniet van alles wat met jullie gaan doen, maar ook wat met ik ga doen. Het is hier al in Den Helder CQ Nieuwe Diep. Niet al te best weer. Het regent, het waait, het is koud, het is niet fijn. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van iets, al is het nog zo klein. En wees zelf het zonneschijn. Ja toch? Komt toch alles goed? En vandaag is het de dag van onze rechten. Ja, onze rechten, wat voor rechten? We hebben geen rechten meer, het is ons afgenomen. Hé, je bent dit verplicht, je bent dat verplicht. Nou, ze stralen in het heen, denk ik dan. Waar zijn onze rechten? Denk maar na. Ja? Maar oké, ik hou het een beetje vrolijk vandaag. Ja, want mijn dochter en mijn schoon zijn vandaag 2 jaar getrouwd. Hiep, hoera. Dus ja, lieverd en lieve vrienden, geniet. Doe ik ook. Dus zeg, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, mijn visite is weg. Ik heb maar niet gevlogd met haar. Want we hadden het over oh, die televisie krijgt er echt wat de rambam van. Maar in ieder geval, we hadden het over dingen wat een ander niet aangaat. Nee, dus ik ga ook niet vloggen. Nee, dat doe je niet. Die televisie die doet raar hier. Zo. Maar wat is het koud en wat is het vies, nat, bah, rot weer! Jij? Ja. Het is vies maar rot weer. Toch? Ja. En ja, leuk is het niet. Ik krijg vandaag geen huishoudelijke hulp. Nee, ook die is ziek. Maar, heel raar, maar waar. Het mag niet, ze mogen het niet doen. En vooral die invallers niet. Die had Selma gebeld, maar uit naam van theezorg. Mag niet. Ik meen dat ik theezorg aan de telefoon had, maar het was een onbekend nummer. Dus ik neem op en
ja, zo is die en die van T-zorg, maar ik, de naam, dat was ik alweer kwijt. En ja, die en die kon niet komen, want ze had nog, was de hele week al ziek en ze had koorts, dat ze wou maar niet komen te werken, want vanwege corona. Ik zeg, ja, logisch, ik zeg, dat kan ook niet. Maar in ieder geval, later kreeg ik weer telefoon en toen was ze wel nummer weergave en was weer T-zorg. Ik zeg, ik ben net al gebeld door jullie. Nou, dat kan niet. Oh, ik zeg, nou, zo en zo is het geval. Ik zeg, ze is ziek, die vanmiddag zal komen. Nou, dan schijnt ze zelf gebeld te hebben. Ze zegt, dit vind ik niet leuk, dat mag ze niet doen. Ik zeg, nee, ik zeg, dat lijkt mij ook. Ik zeg, mits je haar als vaste hulp hebt, ik zeg, maar niet als inval. Ik zeg, ik weet het ook niet hoor. Ik zeg, zoek het maar uit. Nou ja, en dan krijg ik vandaag dus niet, maar maandag zoals het nu staat, krijg ik dan hulp voor 2 uurtjes. Nou, ik ben benieuwd. Kanonnen. Dus ja, nou moet ik het zelf allemaal doen, maar ik ga eerst even de vlog verder klaarmaken. En dan de stofzuiger er doorheen slingeren, want daar gaat het me hoofdzakelijk om, want het is overal haar en plukken. Want die dame, die grote donkere hier naast me, die heeft ook allemaal, dan haal je zo de plukken eruit. Dus die zal ik zo meteen eens even ook borstelen, kijken of dat helpen wil. Oké. Die gaat door. Wat ga je die nou doen? We maken reclame, maar daar kan ik niks aan doen. Ik hou mijn mond. Mag dat zomaar? Is dat er gekleurd op, man? Nou, dat is voor het eerst dat dat gedaan wordt hier. Door een pakketbezorgdienst. Ja. Yeah. Nooit eerder meegemaakt. Ze zetten hem gewoon hier op de stoep en rijden dan weer verder. Maar ja, ik weet niet wat er in die bus zit, wat er uit moet. Het kan groot zijn, dus ik weet het allemaal niet. Nee. En dan zijn er twee aan het gek doen. Moeten jullie even naar buiten? Hallo dames. Ik zal ze even naar buiten gooien. Lijkt me een strak plan. Kom maar, voorzichtig eens. Doe maar, naar buiten, goed zo. En dan is het daar raffelen. Toch? Ja, vind ik van wel. Ja, toch? Ja. Ik weet niet waar, oh, daar staat er een. Onder de picknicktafel. Nou, ze bekijken dat maar. Ja, ik zit er niet mee. Nee hoor, echt niet. Maar oké, ik ga lekker eventjes verder met die vlog. Want anders komt die nooit af. Nee. En ik ga eerst een bak koffie maken. Neem ik daar mee naartoe. En ik moet Karen en Roderick bellen. Ook dat moet ik doen. En dan de vlog. En dan zuigen. En de bank doen. En een schoon laak op de bank. Dan kan er een wasmachine draaien. Ja, ik heb het al druk. Ja. Maar oké, komt ook allemaal wel goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ik zie jullie later. Doei!